Goedendag. De tropische warmte van de afgelopen dagen is verdreven door een aantal stevige regen- en onweersbuien. Zo kwamen een aantal stevige buien onder andere in Limburg voor, maar ook in Gelderland, Overijssel en later ook in Utrecht kwam het gisteren tot een aantal stevige regen- en onweersbuien. Ikzelf heb ook het onweer zien inslaan op nog geen 50 meter afstand in een boom en dat maakte echt wel diepe indruk op mij. Gisteren zagen we ook die buien ontstaan boven Duitsland. Die buien trokken in de loop van de avond Limburg en Gelderland binnen. En uiteindelijk kwam het ook in het midden en noorden van het land nog tot een aantal stevige regen- en onweersbuien. De buien waren wel lokaal. Er zijn ook gebieden waar het amper tot buien kwam. En ook deze ochtend zagen we een aantal buien over het westen trekken. En in de middag was het dan de beurt weer opnieuw in het noorden van het land. En die warmte is nu echt wel het land uit. En we moeten onze blik gaan werpen op wat in het westen klaar ligt. De buien van deze middag zien we nog wel terug op de computeranimatie van Icon, gekoppeld aan een lage drukgebied boven Duitsland. Dat trekt allemaal verder oostwaarts en we moeten dus kijken naar wat in het westen klaar ligt. We krijgen namelijk best wel een mooie donderdag voor de boeg. Een uitloper van hoge druk ligt over onze omgeving, zorgt voor vrij zonnig weer. Maar we zien ook een nieuwe storing passeren. Dat is vooral op vrijdag het geval, opnieuw weer veel bewolking en een paar buien. En ook zaterdag krijgen we nog de naweeën ervan. Dus na een hele mooie donderdag hebben we een tweetal dagen met iets wisselvalliger weer. Vanavond dus ook nog een paar laatste buien, vooral in het noorden van het land met nog onweer. Temperatuur ligt nog lang boven de 20 graden. Het is ook nog echt wel een beetje zwoel vanavond, maar komende nacht gaat die hitte of die warmte er echt wel uit. En zien we dat de temperatuur voor het eerst sinds lange tijd echt duidelijk onder die 20 graden gaat zakken. De minimum komen zo rond een graad of 14 à 15 in het binnenland uit. Alleen in het uiterste westen blijft de temperatuur nog een fractie hoger. En morgen is het eigenlijk heel vriendelijk weer. De afwisseling van wolkenvelden en zon. Vooral tijdens de ochtend veel ruimte voor de zon. In de loop van de middag wat meer wolkenvelden, ook een paar stapelwolken. En bij temperaturen van zo'n 23 tot 26 graden is het eigenlijk heel normaal Hollands zomerweer. Maar vrijdag trekt dus die storing in de loop van de dag over het land. Vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden duurt het nog wel even tot die bewolking er echt lekker in komt. Wordt het nog 25 graden, maar in het noorden dus af en toe een paar buien en wat regen. En ja, met temperaturen van 22 of 23 graden is het op zich qua temperatuur nog helemaal niet zo slecht met zo'n westenwind. Maar die westenwind die blijft er wel in zitten. We kijken even hier naar het Amerikaans weermodel. Beginnen we op donderdag, dan zien we een uitlopen van hoge druk met dus dat betere weer voor morgen. Maar we zien ook die storing op vrijdag de inkomen via de Britse eilanden. Die storing komt onze kant op en die stroming blijft dus uit het westen. Maar op zich, we hebben steeds wel invloed van een uitloper van hoge druk vanaf de Azoren. Waardoor het ook tijdens het weekend op zich nog helemaal niet zo heel slecht is. Zeker die zondag verloopt best vriendelijk. Maar de temperatuur, ja, die komt niet meer zo heel hoog uit. Tenminste niet zo hoog als we gehad hebben, want die wind blijft dus uit de westhoek waaien. En het zorgt er toch vaak voor dat de temperatuur zo tussen de 20 en de 25 graden blijft liggen. En begin volgende week zou er weer een storing kunnen overtrekken met opnieuw wat buien. Er zitten nog wel wat verschillen in de modellen. Maar ook dan zien we opnieuw weer dat er een uitloper van hoge druk achteraan zit. Dus zo blijven we eigenlijk nog met dat hele typische Hollands zomerweer zitten. En ook in meerdaagse ziet het er heel normaal uit voor eind augustus. Temperaturen zo vaak tussen de 20 en 25 graden. Landelijk 22 graden. En zeker zondag en maandag veel ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag dus weer kans op een bui. En als we nog wat langer in de termijn kijken, zien we dat die temperatuur vaak tussen die 20 en 25 graden blijft steken. In mijn 10-daagse verandert het dus niet zo gek veel. Pas op de langere termijn zien we eventueel weer uitlopers richting of boven de 25 graden. Maar het blijft dus wel een beetje licht wisselvallig weer. Waarbij dus vanaf dinsdag elke dag wel wat buien of wat buiigheid kan overtrekken. Ik wens u een fijne dag.